Het is Koningsdag, dat betekent dat het weer tijd is voor de Koningsdag Rally van de Classic Car Club Oldenzaal, ook wel CCCO Oranje Rit. En wij geven graag jong talenten kans, dus vandaag hebben we als fotograaf Luc Bertelo van Luc Bertelo Photography. Between concrete walls, there's a place for us. Where we could go, where we could be alone. Between city lights, we don't have to hide. I wanna go, do you wanna follow? There's something in the air, I can't explain it, but it's there. Ain't nobody gonna find us in our secret love affair. I don't wanna have to hide no more, it shouldn't be unfair. I wanna go, and I wanna know, do you wanna follow? Ain't nobody gonna
Harry, maar die zijn wel heel serieus. Kom even naar voren. Alles wel streden, vond ik een super prestatie. Het equipe Bulthuis kan even naar voren komen. Het nummer van dat typetypiet is. Je hebt het ook voorspeld dat je de prijs in ontvangst kon nemen. Nou, niet om een prijs. Ja. Ben maar blij dat... Dan gaat de derde prijs naar het equipe Tijkotten. De eerste prijs gaat naar het team Siemerink. Fernando, mag ik commentaar? Je hebt niet gewonnen, hoe voel je je? Ja, niks liefs, fantastisch, de anderen hebben gewonnen. Mooi, ja. Mooi. Een heel groot applaus. Find us in our secret of affair. I don't wanna have to hide no more. It shouldn't be unfair. I wanna go and I wanna know. Oh yeah. De klassieke rally is weer tot een eind gekomen. 2019 editie zit erop. Volgend jaar zeker weer. Kom allen. En ja, het was weer gewoon weer een toprally. Leuke deelnemers, veel nieuwe gezichten. Dat zien we ook graag. Volgend jaar natuurlijk weer zien we de nieuwe gezichten graag weer terug. Maar ook weer nieuwe gezichten erbij. Ik begrijp ook dat iedereen niet elk jaar erbij aanwezig kan zijn. Dit jaar een paar vaste mede-strijders die er dit jaar niet bij waren. Maar dat geeft eigenlijk niets. Volgend jaar weer dezelfde plek, dezelfde tijd. Koningsdag, Oranje, rit in Oldenzaal. Tot dan.